misschien even leuk om tussendoor ook even iets over ons huis te vertellen. Dat is van 1903. Wij wonen hier nu 20 jaar en ik geniet er nog elke dag van. En als je daar boven kijkt, dan is dat linkerraam is mijn atelierraam. En daar kunnen we zo wel even gaan kijken trouwens. Ik schilder, zoals ik al vertelde, met alkiet. Alkiet is een sneldrogende olieverf. Ik vind het heel prettig materiaal, want als ik gewone olieverf gebruik, dan moet ik vrij lang wachten voordat ik met een volgende laag over hetgeen wat ik geschilderd heb nog een keer overheen ga. Met alkiet kan ik dat de volgende dag. Er zit een harse in die heel snel droogt. En ik vind het ideaal materiaal. Het is ook vrij transparant, waardoor je glacerend kunt werken, laag over laag. Ik ben nu bezig met een schilderijtje van kersen. Het is nog lang niet klaar. Ik heb nog een beetje de eerste opzet en daar heb ik één laag overheen gedaan. Het zijn allemaal maar hele kleine plekjes waar ik tegelijk werk. Maar dat hoort nou eenmaal bij deze manier van schilderen. En zo ga ik een beetje daarmee verder. In de achtergrond wil ik nog wat meer effecten hebben. Ik ga een paar keer met de verf over de ondergrond heen, zodat die steeds wat rijker wordt en wat voller. En zo gaat dat dan een tijdje door. Dat ik laag over laag daar weer in verder ga. Bijvoorbeeld deze peren, die komen uit de tuin van een vriendin van mij. En ik vind het altijd prachtige plastische vormen. Dat is altijd weer een uitdaging om die goed uit de verf te krijgen. Het blad, dat is heel erg getekend. En ik geniet daarvan als ik al die bruine plekjes zie en wat er allemaal gebeurt. En die beweging die erin zit. Ik vind het heerlijk om daarmee aan de gang te gaan. En zo componeer ik eigenlijk, want deze knop is later deze bloem. En zo maak ik mijn compositie een beetje. Maar wel altijd zo dat ik de bloemen en het blad en alles voor mijn neus heb. Want ik vind alles wat in die bloem gebeurt, dat is zo ontzettend mooi. Die tekening die erin zit, die wil ik voor me hebben. Dan kan ik het vertalen, dan kan ik het beschrijven, noem ik het eigenlijk altijd maar. In dit geval is het zo dat dit schriftje, dat is van mijn opo geweest, dus al heel erg oud. Mijn opo heette Hendrika van Laar. Ik ben naar haar vernoemd. Ik heet eigenlijk ook Hendrika. En mijn opo was altijd in de tuin bezig. Vandaar dat ik deze knol gepakt heb om daarmee te combineren. De dorre bladeren, die zaten daar ook echt zo aan. Maar ik vond het ook wel heel mooi symbolisch voor de familieleden die er niet meer zijn, die overleden zijn. En dat jonge groene blad, dat is dan weer de nieuwe generatie of zelfs de volgende generaties.
Ik heb ook eens een tijd beelden gemaakt. Deze is van Savonier gemaakt. Dat is een hele zachte steen. Ze noemen het ook wel zeepsteen. En dat kan je bijna met een aardappelmesje bewerken. Daarna ga je het schuren met verschillende soorten schuurpapier. Je eindigt met een hele fijne. En je kan het daarna nog weer in de was zetten. Dan krijg je een prachtige glans eroverheen. Ik heb dit model gemaakt naar aanleiding van een liggend model die poseerde. Ik heb het eerst in klei gemaakt en toen ben ik gaan hakken in het stukje steen. Dit beeld vond ik ook heel erg leuk om te doen. Het was een vrij lang, stijf stuk steen. Ik dacht eerst van wat moet ik ermee? Maar op een gegeven moment ben ik gewoon begonnen. En het gekke is dat ik altijd bij mensfiguren uitkom eigenlijk. Ik zou niet zo gauw een vogel of wat dan ook maken. Ik ben altijd heel veel met modeltekeningen bezig. En nou ja, dan kom je eigenlijk automatisch ook aan een mensvorm in zo'n beeld.